Goedemiddag allemaal. Het is nog net middag. Goeie avond voor degenen die het avond vinden. Mijn naam is Petra Kortekaas van het Haagse Gemeentearchief. En ik wil jullie allemaal heel hartelijk welkom heten. Komt u binnen, welkom. Neemt u een plaatje op de valreep. Ik begin even met de huishoudelijke mededelingen. Allereerst ben ik heel blij dat jullie allemaal hier zijn. Want een lekkere volle bak hebben we vanavond. Vind ik altijd gezellig. We hebben vanavond een livestream, dus de lezing wordt opgenomen om later ook weer teruggekeken te kunnen worden. Er zijn ook mensen thuis aan het meekijken. Dus mocht u tussentijds de zaal willen verlaten, wat natuurlijk niet aan te raden is, maar mocht dat toch moeten, dan verzoek ik u om de deur daar of daar die het dichtste bij u is te nemen, zodat het lopen voor de camera langs tot een minimum wordt beperkt. En graag... wellicht overbodig, maar graag de mobiele telefoons op stil of uit of vliegtuigmodus. Nou, in ieder geval dat ze niet de boekie boekie door de zaal heen schallen. En verder, als u wat drinken bij u heeft, mag u dat gewoon drinken. En wat eten als u dat wilt, dat vindt de bibliotheek geen enkel probleem. En als er vragen zijn, dan wil ik u vragen om die aan het einde van de lezing te stellen. Want zoals ik al zei, hij wordt opgenomen. En als u dat tussendoor doet, dan verstoort dat en het verhaal. Maar daarnaast kunnen de mensen thuis het dan niet horen. Dus als er na de hand vragen worden gesteld, kom ik naar u toe met de microfoon. En dan kan iedereen het thuis ook horen. Dus dat waren mijn huishoudelijke mededelingen. Volgens mij heb ik ze dan allemaal wel gehad. Zijn er wel genoeg. Komen wij bij de spreker van vanavond. Want jullie zijn niet voor niks gekomen natuurlijk. Wij hebben vanavond Theo van Os. En daar zijn we heel erg blij mee. Want Theo, ik mag hem natuurlijk officieel geen archivaris noemen. Maar ik denk wel dat hij in de buurt gaat komen van een archivaris voor Kijkduin. Theo heeft natuurlijk jarenlang daar vertoefd en zijn hart aan Kijkduin verloren, mag ik wel zeggen. En heeft inmiddels de Facebookgroep over de geschiedenis van Kijkduin, maar ook de website Geschiedenis Kijkduin. En we kunnen wel zeggen dat hij daarmee zorgt dat de geschiedenis van Kijkduin voor ons allemaal bewaard blijft. Waar wij als archief natuurlijk ook altijd mee bezig zijn. Dus we zijn heel blij dat Theo hier vanavond is. En Theo, ik geef jou het woord. En ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Dankjewel. Nou, nogmaals, ook van mijn kant welkom. En ik ben echt, ik sta stijl achterover van een belangstelling. Geweldig. En voor zo'n speldenprikje op de Nederlandse kaart, als je het goed beschouwt. Want Kijkduin is een van de kleinste badplaatsen langs de Nederlandse kust. En nou, met zo'n rijke historie, waar ik me dan in vastgebeten heb de afgelopen, nou, laten we zeggen, 20 jaar... archivaris vind ik ook een groot woord, maar kijkduinoloog vond ik eigenlijk wel iets toepasselijker. Maar eventjes voor mijn beeldvorming, ik kan u wel enigszins zien met het tegenlicht, maar wie woont er op dit moment in Kijkduin? Was ik even... kijk eens. Geweldig. En wie heeft er vroeger gewoond? Kijk, ja. En wie komt er geregeld in Kijkduin? Dan hoef ik niks meer te vertellen eigenlijk, hè? Nou, wat ik het komend uur ga doen, ik neem jullie mee in vogelvlucht door de geschiedenis van Kijkduin. Eigenlijk door de 20e eeuw, dus een beetje van 1900 tot 2000. Alles wat er nu gebeurt in Kijkduin, dat laat ik aan mijn opvolger over ooit. Maar in die tijd, ik laat een beetje zo zien wat er gebeurd is met de bouw van het dorp, met de bewoners die er gewoond hebben. Kortom, een beetje een beeld van wat de geschiedenis is. Ik heb daar 5 hoofdstukken voor gemaakt. Kijken of die het doet. Even klikken de klik. Ja, een reis door de 20e eeuw. En dan begin ik eigenlijk voordat de eeuw begon. Ik maak even een klein stapje terug in de tijd voor 1900. Want we moeten er een beetje weten hoe Kijkduin ontstaan is. Dus daar ga ik eerst naartoe. Vervolgens gaan we naar de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog. De periode van de oorlog zelf en de periode daarna. Dat zijn zo'n beetje de hoofdstukken waar ik jullie doorheen ga laten vliegen. Goed, nou beginnen maar. Ik begin heel saai met een heel saai document. Dat is het Staatsblad. Dat is van 18 december 1882. En daar staat onder andere bij de onderhandse verkoop van een partij duingrond bij Loosduinen aan die gemeente Loosduinen van den Staat. Met andere woorden,
De staat de Nederlanden heeft een stuk duinen verkocht aan de gemeente, toen nog gemeenteloos duinen, voor een bedrag van 11.112 gulden. Wat had Loos Duinen daar nou eigenlijk mee van doen? Want je denkt van, wat moeten ze met dat stuk duin? Nou, zo zag het ongeveer uit. Hè? Dat was vanaf Loos Duinen een hele smalle zandweg naar de kust. Daar stonden een paar gebouwtjes. Er werden er een paar bijgebouwd. Maar Loos Duinen had wel zeker een plan. Want als je ziet dat dit de toegangsweg was vanaf Loos Duinen naar Kijkduin. Dat was een zandpad, een schelpenpad. Meer was het niet, het was helemaal niet beschut. Dus als mensen al naar het strand gingen, dan liepen ze daar zeker een uur vanaf het centrum van Loos Duinen naar Kijkduin, helemaal onbeschut. Maar dit was het eigenlijk. Dat was het zandpad. Dus wat moeten ze dan daar aan de kust? Nou, daar hadden ze wel wat mee. Want Loos Duinen wilde daar toch een soort van zeebad gaan maken. En dus dat stukje duin en dat strand met die strandopgang, dat was natuurlijk al een beetje bedacht van daar gaan we iets moois van maken. Een van de eerste gebouwen die daar gebouwd werden, en dat was dit was in 1885, dat was Villa Johanna. Misschien zag je net de openingsdia al. Dat was het latere café-restaurant De Werf. En Zee en Duin heet het nog. En dit huis gaat ook een beetje een rode draad vormen door het verhaal. Je zal dat vaker terug zien komen. Want dat is heel lang is dat blijven staan. Maar het was oorspronkelijk een dubbele villa met een hele mooie Victoriaanse veranda aan de voorkant. Wat je hier ook ziet, dat zijn die strandkarretjes. Die werden gebruikt om de badgasten hun omlaag te kleden. Werden ze mee naar het strand gereden. En daar konden ze zich netjes omkleden. En dan stapten ze zo in het water in zee, zodat niemand wat kon zien. Hier staan ze nog een beetje werkeloos bij het hotel. Kort daarna werd er nog meer gebouwd. Vanaf het strand gezien, aan de rechterkant voor jullie, het Wilhelmina Zeebad Hotel. Dat was eigenlijk een vrij goed luxe hotel-restaurant. Kreeg uiteindelijk iets van 18 kamers. Het had een restaurant, een concertzaal zelfs. Eetzalen, heel groot buitenterras. En de keuken die was ook internationaal heel erg bekend. Stond over de landgrenzen kwamen daar mensen logeren en verblijven. En moet je voorstellen, moesten ze het over dat schelpenpad moesten ze daar naartoe. Hè? Daarnaast, daar staat aan de linkerkant staat een villa. Dat was een privévilla. Er zat een torentje op, dat kan je nog net zien hier zo. Dat was van een ene heer Bland van den Berg. En dat was een groot grondbezitter. Een toen de tijd bekend groot grondbezitter. En een financier in die tijd. Lang heeft hij er niets van genoten. Het is na de hand werd het terras, want het werd een beetje duur. Dus ze hebben er een soort terras van gemaakt voor badgasten. En nog later is het verkocht aan de buurman, aan dat hotel. En is het een dependance geworden van het hotel. Trouwens, dat torentje, dat zie je straks op de foto, dat is er met een storm een keer van afgewaaid. Dus dat had niet zo'n lang leven beschoren. Hier zie je een ander gebouw, op de achtergrond het badhotel. Aan de andere kant van de strandgang daar stond dit gebouw. En dat was het Sophia Kinderziekenhuis. Dat was een dependance van het ziekenhuis uit Rotterdam. Dat is een kinderziekenhuis. Die hadden daar een dependance gemaakt, speciaal voor kinderen om te herstellen van TBC, longaandoeningen. Dat was in die tijd natuurlijk, vooral in de stad, was dat een heel groot probleem. Dus die kindertjes werden daar naartoe gebracht. En die konden dan daar weer herstellen, de frisse zeelucht. Wat heel bijzonder was, je ziet hier een soort van, een schuurtje of een loodje. Daar konden ze dan beschut zitten. Maar die kon ook draaien. Die kon met de zonlicht kon die meedraaien, zodat de kinderen dan toch nog zonlicht konden ontvangen. Dus gingen dus met zonlicht mee. Heel slim gemaakt. Niet te verwarren overigens met het zeehospitium wat later gebouwd wordt. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Hoe zag Kijkduin er dus uit? We zagen net het plattegrondje. Nou, dit was het beeld zo rond de eeuwwisseling. Het zeehospitium. Je ziet daar een soort houten schuurtje staan met badspullen. Een klein boerderijtje. Het Wilhelmina Badhotel. En helemaal rechts de Villa Johanna. Nou, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Naast Villa Johanna werd op een gegeven moment deze loods gebouwd. Dat was een houten loods.
Oudkijkduiners die kennen hem denk ik nog wel, want die heeft ook heel lang gestaan. Maar dat was oorspronkelijk de garage van de, voor de badgasten, of voor de, van de gasten van het badhotel. En dat werd later ook de rijwielstalling. En dat is het tot de lengte van dagen gebleven. Maar heel mooi, deze foto met die oude auto's. Het was een taxivervoer, dat staat er ook op, hier zo. Koningin Wilhelmina Hotel Kijkduin. Toen heette het al koningin. Want inmiddels was Wilhelmina koningin geworden. En is het naam van het hotel ook veranderd. Ja, die verbinding was een probleem. Dus gelijktijdig met de opening van het hotel is er ook een tramlijntje of een spoorlijntje aangelegd vanuit Loosdijk door de WSM, door de Westlandse Stoommaatschappij. Zeg ik het goed? Stoomtram, dat was hem. En die reed alleen zomers. Die reed dus tot aan achter de werf, heet het inmiddels. Dus dat is dat Villa Johanna. En die heeft tot 1928 gereden. En daarna kwam er een busverbinding. Maar daardoor was Kijkduin wel wat dichterbij voor de badgasten. Er werd ook een druk gebruik van gemaakt. En zomers reed hij een paar keer per dag reed hij op en neer. Dus die zat vaak stampvol met badgasten. Voor de badgasten, nou, dit liet de pret niet drukken door die slechte verbinding. Families met kinderen die kwamen daar heel graag. En je ziet ook op de achtergrond zie je dat villaatje met dat torentje nog staan. Dat was echt een beetje een geheimtip, hè? Kijkduin, want je kwam daar niet zo makkelijk. Dus degenen die daar kwamen, die hadden vaak het rijk alleen. Dat waren vooral gezinnen met kinderen. En eigenlijk ontstond daardoor al een beetje de predicaat familiebadplaats. Eigenlijk wat er tot op heden nog steeds zo gebleven is. Het was een beetje de tegenhanger van de dure en moderne Scheveningen. Een prachtig mooi strandplaatje met een gezin, met gitaar, met hoeden op. En zelfs een tulband heeft er eentje op. Dat is aan de voet van de strandopgang. De trap zie je nog verder in de verte nog. En zo ging men het strandleven vieren. De gasten van het dure badhotel, die stuurden natuurlijk ook kaarten. En dit was wel grappig, want dit is een kaart. Als je een beetje de tekst kan lezen, ik zal het voorlezen. Er staat hier, onthoud het goed, Artje. Deze kaart heb je van die mooie mevrouw gekregen, hoor. Bertha, Waldeck-Piemontkade, april 1899. Oké, daar kan je allemaal van heel veel bij bedenken. Maar het leuke is dat dit een briefkaart is met het poststempel van het hotel. Je ziet hier een afbeelding van het hotel nog op. Goed, dat is het eerste gedeelte, de aanloop naar de 20e eeuw. Dus rond de eeuwwisseling was Kijkduin dus toch wel een redelijk bezocht file of een redelijk bezochte badplaats. En dat kabbelde zo door tot begin 20e eeuw, 1910, 1920. En toen begon het een beetje in de gaten te lopen dat het eigenlijk best wel een mooi gebied is waar je ook zou kunnen gaan wonen. Nou, dit is een plaatje waar Kijkduin, het villa-dorp, dus waar de huizen komen. Toen nog helemaal ongerept duingebied. Hier op de achtergrond zie je Merenbos. En daarvoor loopt de Haagse Beek. En aan deze kant, daar zou dan uiteindelijk het villa-dorp gaan komen. De Merenboslaan, Duinlaan, Scheveningslaan enzovoort. Er waren wel wat plannen. Hij is niet zo heel scherp, maar dit is een eerste ontwerp voor een badplaats Kijkduin uit 1917. Dat was in opdracht van de gemeente Loosduinen. Dat was nogal een ambitieus plan als je het een beetje kan voorstellen dat helemaal de bovenkant in het midden, daar staat het Wilhelmina Badhotel. En daaromheen is alles bedacht aan straten en huizen en pleinen. Ik geloof dat ze het halve Merenbos zouden omhakken om dit te realiseren. Het was een ontwerp van architect van Liefland, maar dat heeft het niet gehaald. Het was iets te ambitieus en denk ik ook een beetje te kostbaar. Twee jaar later, toen kwamen de architecten Duiker en Bijvoet tevoorschijn. Die waren toen net begonnen, die hadden een architectenbureau gestart.
En die hadden dit plan gemaakt. Dit was al een wat meer concreter plan. Echt van een villapark. En het idee was ook, bovenin zie je ook het badhotel. Zelfs het zeehospitium staat er nog op. En de rest daar beneden, richting Loosduinen, zou helemaal volgebouwd worden met huizen. Heeft het ook niet gehaald. Maar ze hadden zich wel in de kijker gespeeld. Want ongeveer in diezelfde tijd, toen was er een bouwbureau van de Houwe. En die hadden een stuk grond gekocht. Dat stuk grond boven de Haagse Beek. En iets van 17 hectare. En die wilden daar een villapark gaan bouwen. En omdat dit ontwerp er lag, toen hebben ze aan hun gevraagd van, ontwerp nou eens een plan in dat gebied wat wij hebben gekocht. En het is uiteindelijk dit plan geworden. Dit is de originele schets voor het maken van in totaal 133 woningen. Met 5 verschillende type villa's. En die worden dan allemaal ook in spiegelbeeld gebouwd. Dus hij had eigenlijk 10 varianten. Het waren er geen 133, uiteindelijk zijn het er 126 geworden. Maar het ontwerp was vooral, zo staat er, een antwoord op de verstedelijking in Den Haag. Den Haag ging heel erg uitbreiden. Steeds meer van die grote woonwijken. Je kent ze allemaal, van die smalle straten met die hoge portiekwoningen. En men wilde dus echt iets totaal anders bouwen. Met ruime huizen, met ruime tuinen, veel lucht, veel gezonde atmosfeer. Dit is nou eenmaal. Dit is goedgekeurd. En begin 1922 is er gestart met bouwen. En een van de eerste huizen die gebouwd zijn in 1922, dat is langs de Scheveningse Laan geweest. Het gedeelte tussen de Merenboslaan en de Katwijkse Laan, of voor degene die daar bekend is. Het merendeel van deze huizen staat nog steeds. Die staan dus al meer dan een eeuw. Dat is wel heel erg mooi. Dat nog bewaard is gebleven. Je ziet hier dat de bestrating er nog niet is. Er loopt, als je goed kijkt, een spoorlijntje of een rails. En dat was vooral om het bouwmateriaal aan te dragen vanaf de Zeestraat. Dat is later Kijkduinse straat. Naar achter in de wijk helemaal, om daar al die materialen te brengen. Het was een weerwar van bouwactiviteiten, van metselaars, timmermannen, loodgieters. Alles liep daar rond. Als je ziet wat ze in die korte tijd hebben gebouwd aan die huizen, dat is echt heel erg knap. Van iets latere datum is dit plaatje. Deze is ingekleurd. Het is hetzelfde rijtje woning in de verte, maar nu zie je aan de voorgrond. Daar liggen wat funderingen van huizen en liggen al stapels stenen. Die uiteindelijk de huizen langs de Zandvoortse Laan moesten gaan worden. Ook een heel, heel mooi plaatje. Uiteindelijk had je hier zo, om even de plattegrond weer in beeld te hebben. Die huizen die je ziet in die hoek, dat waren de eerste huizen die klaar waren in 1922. De eerste 74 woningen zouden in dat eerste jaar klaar zijn. Nou, dat is ongeveer de helft van wat het uiteindelijk moest gaan worden. Want ze moesten aan de onderkant, dus richting de hoek van Hollandlaan, moesten ze natuurlijk nog gaan bouwen. Dit is ook zo'n leuk plaatje uit de krant. Dit komt uit het Vaderland. En van 1 april 1922. Je ziet dat er op de achtergrond wordt er druk gebouwd. Maar ze hadden hier een bijeenkomst die dag om het brandvrije riet te demonstreren. Men was natuurlijk een beetje bevreesd van, ja, al die huizen met die rieten daken. Is dat wel veilig genoeg, hè? Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden een heel procedé bedacht over het impregneren van dat riet. En ze zouden hier een demonstratie geven aan de pers en aan de wethouders. Er stonden een paar wethouders aan erbij. De gebroeders van de Houwe staan er ook bij op deze foto. En je ziet, ze hebben een stelling gemaakt, een soort dakje. En daaronder hadden ze allemaal brandbaar materiaal gedaan. Gingen ze lekker opstoken en dan zou moeten bewijzen dat het riet wat er bovenop zit niet in de fik zou vliegen. Nou, voor wat het waard was. Voor zover bekend zijn er heel weinig huizen door brand vernield. Het laatste post die ik op Facebook heb gezet, dat gaat inderdaad over een brand in een van de huizen. Notabene van een van de broers van de Houwe is dat gebeurd. En dat kwam door vuurwerk. Dit is ook zo'n mooie luchtfoto. Dit is al ook zo rond 1923, 1924. Je ziet aan de bovenkant, achtergrond,
de huizen langs de Duinlaan, Scheveningslaan, Meerenboslaan. Achtergrond zie je Meerenbos liggen. Den Haag is nog heel ver weg, dat zie je allemaal nog niet. Maar hier op de voorgrond zie je dat hotel. Je ziet de villa zonder toren. Je ziet rechts de werf. Ik noem het even kort maar even de werf, want dat heet café, restaurant, hotel, lunchroom was het. Het was van alles. Maar de werf die heeft het heel lang gehouden. En dit is echt een prachtig plaatje vanuit het vliegtuig genomen. Met een auto die daar staat. De mensen die naar het strand komen. Je ziet de mensen aan de voorkant bij de strandopgang. Die zie je naar het vliegtuig kijken die voorbij komt. Dat zal vast zo'n mooie open dubbeldekker zijn. Dus dat was natuurlijk hele bezienswaardigheid. Het is een super scherpe foto. Het is een prachtige foto uit het archief van de gemeente. Wat je ziet, wat je niet ziet, dat is aan de rechterkant. Dat is een winkelgalerij. Iets naar beneden, als je de boulevard vanaf het strand naar beneden liep, aan de linkerkant, werd daar zo een winkelgalerij gebouwd. Dus kijk, Duin had voor de oorlog ook al een winkelcentrum. De winkeltjes waren beneden, bovenin waren de huizen. En om nou een beetje te laten zien hoe dat eruit zag. Deze foto is dan wat lager. Je ziet hier ook het spoorlijntje lopen. Als je dat verplaatst in deze tijd, dan zouden hier de auto's staan. Dan heb je al een beetje een beeldje richting Loosduinen kijken. En dit is dan het plaatje zoals het nu is. Dus het staat... Ja, nu staat er een flat. Maar als je vond het wel leuk van de andere kant gezien. Als je hier omhoog keek... Dus waar de flats, zoals dat nu is, achtergrond zie je de nieuwbouw. Dan was dit, voor de oorlog was dat de strandopgang naar boven. Hè? Dus als je het in zijn geheel gezien, was het er zo. Nou, uiteindelijk eind 1924 was het hele dorp was klaar. Er waren alle huizen gebouwd. En op deze foto ook weer zo'n prachtig mooie luchtfoto van de KLM Aerocarto. Zie je ook al die huizen nog helemaal onbegroeid. Er groeiden natuurlijk geen bomen en struiken. Het was helemaal kaal, het was zand. Dus die huizen zijn allemaal, je ziet die kavels zie je keurig liggen. Alle paadjes zie je mooi liggen. Als je nu over Kijkduin zou vliegen, dan zou je alleen maar bomen en struiken zien. Maar dit was natuurlijk helemaal open. Wat je hier ook op ziet, is dat de... Kijk, Duinschool nog in aanbouw is. Jullie weten een beetje ongeveer waar die ligt. Nou, ik zal hem even aanwijzen. Hier wordt nog druk gebouwd. En daar het winkelcentrum, wat we daarnet zagen... daar wordt ook de laatste hand aan gelegd. Dus ongeveer dezelfde periode als die vorige foto's van het winkelcentrum. En dit is die school. Kijk, Duinschool was in 1925 klaar. En is in 2002... afgebroken, is gesloopt. Het heeft heel lang bestaan. Ik heb er zelf ook op gezeten, 2 kleuterklassen. En ik denk dat heel veel Kijkduinse kinderen daar hele goede herinneringen aan hebben aan die school. En veel Loosduiners kwamen daar trouwens ook. Die gingen daar ook op een lagere school. Dus een dierbare herinnering. Hier werd ook de laatste hand gelegd aan het schoolgebouw. Dan zou je zeggen, nou, het liep natuurlijk storm, hè? Met al die prachtig mooie villa's in die huizen. Nou, Van der Houwe die moest echt loodjes trekken om de mensen een huis toe te wijzen. Nou, vergeet het maar. Want wat was nou het grootste probleem? De bereikbaarheid. Er was 1 toegangsweg. Er was 1 spoorlijntje die alleen in de zomer werd gebruikt. Voor de rest was niks. Als je vanuit de stad naar Kijkduin moest, was je 50 minuten onderweg. Je moest helemaal de Loosduinse kade af. Loosduinen moest je overstappen. Dan moest je of met de bus of met het treintje, als het dan ging, moest je naar Kijkduin. Dus mensen die daar woonden en ze werkten in Den Haag, die waren gewoon ontzettend lang onderweg. Van der Houwe die maakte een prachtig mooie wervingsbrochure met allemaal wervende teksten. Met prijzen waarvan je nu echt, nou daar zou je dubbel van liggen. Ze raakte die huizen aan de straatstenen niet kwijt. Het stond dus echt gewoon leeg. En er waren wel wat pioniers. Dit gezin, de familie, Hendricks, die kwamen in 1923 wel naar Kijkduin. Hij was tuinier in Monster. En hadden toen al, toen ze daar kwamen wonen in dat huis. Dit is de Scheveningslaan 136. Het huis bestaat nog steeds. Is pas prachtig gerestaureerd. Die kwamen toen al met 5 kinderen. Hier staan er nu 7.
En uiteindelijk werden het 10. Die zaten met een gezin met 10 kindertjes. Hier een prachtig rijtje. Ik denk zo'n beetje elk jaar dat er een kind bij kwam. Pa Hendricks heeft het helaas niet overleefd. In 1929 is die plotseling overleden. Toen zat moeders met 10 kinderen. En die uiteindelijk moesten daar weg, want ze konden het niet meer betalen. Dat verhaal staat overigens ook op mijn website als in mijn interview met de nabestaanden en de mensen die er gewoond hebben. Een ander gezin kwam ook in 1923, dus direct na de bouw, als eerste bewoners aan de Zandvoortse Laan wonen. En dat was in dit hoge huis, dat huis met een rietendak. Zandvoortse Laan nummer 18. En dat was de familie Kortman en Johanna Kortman. Ze waren net getrouwd. Kwamen met 5 kinderen daar wonen. Het was een heel kinderrijk gebeuren daar wel. Dit is moeder Kortman. Dina werd ze genoemd. En met een dochter van haar heb ik ook een keer een interview gehad. Dat verhaal kan je ook terugvinden op de website. Dat was voor hun toen de mooiste tijd van hun leven. En dat geldt trouwens voor heel veel kijkduiners. Voor mij trouwens ook. Andere pioniers was de familie Klaus. Dit waren de eerste kopers van een huis. Voor de oorlog waren er 3 huizen verkocht. Moet je nagaan, dat het hele dorp. 3 huizen zijn er uiteindelijk verkocht. Zij waren de eerste kopers aan de Noordwijkse Laan nummer 8. En dat wordt nu nog steeds, het huis bestaat nog steeds als een van de mooiste en de meest originele huizen in Kijkduin nog gezien. De jongste dochter, Hanny Klaus, die heb ik vandaag nog gesproken, is 88 jaar. Zijn we het huis nog even gaan bezoeken, heb ik nog wat foto's van gemaakt. Maar die woonde hier in de Noordwijkse Laan, aan de linkerkant, halverwege. In een huis met een rietenkap. Weer een luchtfoto van het gedeelte waar de Noordwijkse Laan ligt. En die dubbele laan in het midden, dat is de Meer- en Boslaan. En je ziet dat aan de Duinlaan, aan de buitenkant, daar leek nog ooit een keer een aansluiting te komen. En dat was in de plannen die men toen had, had men gedacht dat dat een van de belangrijkste toegangswegen vanuit de stad, vanuit de stadkant naar Kijkduin. Daar zou ooit een aansluiting komen. Is er nooit van gekomen. Want uiteindelijk is de Kijkduinse straat is de hoofdverbinding gaan worden. Maar toen had men dat nog voorzien. Nou, in ieder geval, jaren 30 gaan we in. Hier zie je de winkelgalerij. De Kijkduinse straat inmiddels richting het strand. Het was een drukte van je welste. Leuke winkeltjes, ijswinkeltjes, allerlei strandartikelen. Er was een bakkerij, er was een melksalon, een kapper, een sigarenhandelaar. En ijs vanaf 5 cent. En ik vraag me nog steeds af waarom ze erop zetten dat hun ijs toch lekkerder was. Ik denk, ja, hoezo? Misschien vergeleken met de buurman. Nog iets verder, dan zien we dat het badhotel inmiddels weer een metamorfose heeft doorgaan. Dus een etage opgebouwd. En de werf is inmiddels dicht, eigenlijk een beetje in de definitieve staat met ramen. Dat was eerst een open terras. Die oude Victoriaanse veranda die was inmiddels helemaal dichtgebouwd. En dat was nu echt een hotel met kamers erboven. Ja, zo zag het er een beetje uit. En als je het vanuit de lucht zou zien, dan zie je hier weer een mooie strandfoto. Het is ongeveer halverwege jaren 30, 35, 36. Het is een drukte van je welste. Deze foto is gemaakt tijdens een luchtshow. Vandaar dat er ook heel veel publiek staat daar bij het strand. Je ziet ze daar staan, hebben die strandopgang. En die zijn allemaal te kijken. Als je die foto inzoomt, is die mensen allemaal te kijken naar het vliegtuig wat voorbij komt. En dat is, denk ik, naar aanleiding van de opening van het vliegveld Ockenburg, wat vlakbij gelegen. Dus er was een vliegshow, er waren meerdere vliegtuigen. Maar wat je hierop ziet, is het hotel, het dorp, de achtergrond. Je ziet inmiddels dat Den Haag een beetje aan het optrekken is. Ja, zo gaat de familiebadplaats dus onbezorgd het volgende decennium in. Althans, zo dacht men. Ja, de oorlog. Ik kan daar wel een hele avond apart over hebben.
Want dat was echt een kentering, een keerpunt in de hele geschiedenis van Kijkduin. En ik haal er een paar highlights uit, want nogmaals, er is heel veel over te vertellen. Er is ook heel veel over geschreven inmiddels. Maar ja, zoals we weten, 10 mei 1940, toen brak de oorlog uit. En toen was er ook gelijk al een strijd rondom vliegveld Ockenburg. Daar werd op die 10 mei al heel veel gestreden, waar Duitsers die landen daar zo, Nederlandse soldaten die daar zo de boel verdedigden. Aanvankelijk met een redelijk goed succes, want heel veel vliegtuigen met Duitse troepers die konden daar niet meer landen, want dat was allemaal drassig en moesten uitwijken naar het strand en ze moesten naar de weg. Dit is een stukje Duinlaan en halverwege daar woonde Anton van der Wouw. 7 jaar was die. Die woonde in deze mooie villa, het huis heette Bungalow. En dat was aan de rand van de Duinlaan. Die zag zo recht tegenover, zo keek hij naar het vliegveld Ockenburg. En heeft letterlijk was ooggetuige van de gevechtshandelingen die daar gebeurden. Ook zijn verhaal staat op de website, dus als je die wilt teruglezen, moet je het zeker doen. Prachtig geschreven, want hij heeft toen heel veel verhalen geschreven. Ook op de website van vliegveld Ockenburg, dus een aparte website. Zou ik je zeker ook aanraden, er staan ontzettend veel verhalen en heel gedetailleerde informatie over alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft en met het vliegveld. Nou, de soldaten die lagen om en in Kijkduin ter verdediging, lagen zelfs bij de Haagse Beek in de greppel om de Duitsers tegen te houden. Goed, hoe het verder verlopen is, dat weten we allemaal. Maar er werd nog steeds gebouwd in Kijkduin. En wat je hier ziet is het stuk Scheveningse Laan met de school. En op de achtergrond zie je het gebouw van het Zeehospitium. Dat is eigenlijk het eerste Zeehospitium van de Sophia Stichting. Niet te verwarren met dat andere ziekenhuis. De Sophia Stichting, dat was een aparte stichting, het leven geroepen. Eigenlijk met dezelfde doel als het andere Zeehospitium. Om kinderen met een ziekte als TBC vooral, dat was in die tijd heerste, om die daar zo weer te laten herstellen. Er is een filmpje van, even kijken of ik hem even een duwtje geven, denk ik. Waar doe ik dat? Ja. Dit is een fragment van een film uit het archief van de Sophia Stichting, waarin er gebouwd wordt. En je ziet op de achtergrond nog het oude Kijkduin. Hier staan een paar dingen aanwijzen. Hier wordt drift gehaapt. Achter ons zie je de Scheveningse Laan. En zometeen draait de camera naar links. En dan zie je de werf daar bovenin. En je ziet daar nog net een stukje van het hotel, het badhotel. Dus hier zijn ze druk aan het graven. Moet je voorstellen, dat was halverwege 1939. Dus eigenlijk rond dat de Tweede Wereldoorlog zou beginnen. En ze waren klaar in november 1940. Toen werd iedereen vervoerd vanuit Scheveningen, waar het oorspronkelijke gebouw stond, werd hier naartoe verhuisd. En ja, 2 jaar later werd het weer gesloopt. Toen hebben de Duitsers gemeend om het weer met de grond gelijk te maken. Het was net 2 jaar oud, hè? En op die funderingen, ze hebben de funderingen laten staan. Funderingen is toen na de oorlog is weer het nieuwe Zeehospitium gebouwd. Eigenlijk op dezelfde bouwtekening. En hier zie je op de achtergrond zie je nog een stuk van de bouw. Je ziet de school daar zo. Scheveningse Laan met de huizen. Al die prachtig mooie villa's die er nog staan. Hier vooraan is de hoek van Hollandlaan. En dit is de opgang naar het Zeehospitium. Hier staat al wat van de zijn ze al wat naar boven gegaan. Dit is denk ik rond de zomer. Zomer 1940. Dus dit moet ongeveer tijdens de inval van de Duitsers geweest zijn. Nou, kortom, wel een heel mooi fragment. Die uiteindelijk ook die een stukje laat zien ook van de oorspronkelijke bebouwing in die tijd. Ja, de Duitsers namen steeds meer bezit van Kijkduin. Hier zie je een Duitse officier met zijn paard poseren voor de werf. Je ziet het aan die raampjes. Inmiddels van die kleine raampjes zijn dat geworden. En je ziet helemaal rechts zie je bij de deur een bord hangen verboden voor Joden.
Het was voor de Joden toen al, de winkels was al, waren al niet meer toegankelijk. Maar ook dit soort locaties, zoals de Werf, als een restaurant of een café, was niet meer toegankelijk. Het was voor de bewoners werd het ook steeds onaangenamer. Eigenlijk was het gewoon geen plezierige tijd meer. De Duitsers die vonden steeds meer dat ze moesten dingen confisceren. Bovendien gingen ze ook steeds meer huizen confisceren voor eigen gebruik. De officieren die gingen in die huizen zitten, dus bewoners moesten er gewoon uit. En last but not least, toen ze aan met de aanleg van de Atlantikwal begonnen, toen kwam Kijkduin in het sperrgebied te liggen. En dat betekende dat gewoon alle inwoners eruit moesten. Dus alle huizen moesten leeg, alle inwoners moesten eruit, de winkeliers moesten eruit. Dus eind 42 tot februari 43, de laatste, Kijkduin verlaten hebben. En toen namen de bezetters Kijkduin over. Dit is een luchtfoto van de US Air Force van maart 1945. Dus tegen het eind van de oorlog. Ik denk, wat lastig te zien, maar dit is een Google Earth foto waardig. Zo scherp is die. Als je hierop inzoomt, dan zie je... loop ik niet te ver buiten beeld? Nee. Je ziet hier langs de Duinlaan allemaal lege plekken hier zo. Allemaal kale plekken. Hier. En dat waren allemaal huizen die door de Duitsers al gesloopt waren. Met daarnaast ook het zeehospitie. Dat zie je ook al niet meer. Dat was daar linksboven in de hoek. Die was ook weg. En het badhotel is gesloopt. En het kinderziekenhuis aan de andere kant. En gek genoeg, de Werf met de houten schuur ernaast, die bleef staan. Hoe die het overleefd heeft in die oorlog, je vraagt het af. Kennelijk waren de Duitsers zo gehecht aan het café dat ze dat wilden laten staan. Stond, naar mijn idee, echt midden in het schootsveld. Maar dat hebben ze laten staan. Wat zeg je? Waarom is het gesloopt? Het bad... Het stond in het schootsveld. Als je hier ziet, aan de onderkant zie je de tankgracht die gelegd is. Deel van de Atlantikwal. Daar lagen allemaal verdedigingslinies over. Daar lagen ook schuttersposten bij de Scheveningse Laan. Bij de, aan, onderkant van de, aan de onderkant van de Meer- en Boslaan. Er waren allemaal stellingen geplaatst. En omdat ze de vijand, dus de geallieerden, verwachten ze eigenlijk vanuit de kust dat ze een invasie zouden doen. Dat zo dachten ze. Waren al die stellingen gericht naar de kust. Dus alles wat vanuit die kant, die tankgracht was ook aangelegd als verdediging, dat ze er niet overheen zou komen het land in. Want die tankgracht die liep dus helemaal door tot aan de, hoe heet het, het Haagse Bos. Liep dat helemaal door, Scheveningen, tot aan de Waalsdorpenvlakte zo'n beetje. Dus het was echt een verdedigingslinie. En alles wat in het schootsveld stond, dat werd gewoon grondgelijk gemaakt. Dus al die mooie huizen die daar langs stonden, langs de Duinlaan, die werden allemaal gesloopt. Dit is een foto van diezelfde Anton van der Wouw, die aan de Duinlaan woonde. Die ging met zijn ouders in 1945, kort na de bevrijding, kijken wat er van over was. Nou, dit was over van het huis aan de Duinlaan. Kom. Hier zie je nog het huis op de achtergrond. Je ziet dat die huizen allemaal, de ramen eruit zijn, het hout eruit, vloeren waren eruit. Die waren natuurlijk door de Duitsers allemaal gesloopt om nog wat brandhaard te worden. Die hadden natuurlijk ook koud in die winter. Dit zijn de huizen langs de Katwijkse Laan, richting Zandvoortse Laan. Ook hier deze huizen die ogenschijnlijk nog er goed uitzien. Maar die waren van binnen helemaal geplunderd. Er was echt niks meer van over. Alles was eruit. En wat je hier, dat vond ik dan wel mooi. Dit is een lantaarnpaal. Die staat langs de Scheveningse Laan. Die was geknikt. En dat symboliseert voor mij een beetje de troosteloze en de moedeloosheid van de gevolgen van de oorlog. Want de Duitsers hadden er een zootje van gemaakt. Dat was echt verschrikkelijk. Dit was de strandopgang naar Kijkduin met rechts de rijwielstalling en de werf. Je ziet er nog prikkeldraad verspringen. En als je, dit is de winkelgalerij, die was ook behoorlijk gehavend. En dit is de ingang van de Zandvoortse Laan richting de Meer- en Boslaan. Nou, dat moet jou wel bekend voorkomen. Zo zag dat eruit. De Zandvoortse Laan was echt van zand. Ze hadden gewoon de bestrating eruit gehaald. En die huizen die waren echt volledig verwoest. Dat is echt dood naar dood zonde.
Nog even, even schematisch aangegeven. Die lichte huizen, dat waren de huizen die de Duitsers hadden gesloopt. Maar het zou nog erger worden, want de naoorlogse periode die we nu krijgen, dat was een kaalslag voor Kijkduin eigenlijk. Want er moest wel geruimd worden. Het was natuurlijk enorme puinhoop. Niet alleen aan militair materiaal, maar ook aan gesloopte huizen, aan bouwmaterialen, alles wat er lag. De gemeente heeft toen gelijk al in mei 1945 gezegd van: wij confisceren alle woningen die er nog staan. Al het puin wat er ligt, alle materialen. Je komt er niet aan, daar mag je nergens wat van afnemen. Is allemaal van ons. Den Haag, de gemeente, heeft toen al die huizen geconfiskeerd. En heeft toen ook gelijk besloten om het merendeel van de huizen die er nog stonden, om die ook te slopen. En dat is uiteindelijk dit geworden. Dus hier kan je op zien wat er nog overbleef. En dat was echt niet veel meer. Terwijl er zo'n enorme woningsnood was. Nu zeg je, met de kennis van nu zou je zeggen van: jongens, knap die huizen op. Er lag toch genoeg aan materialen. Knap die huizen dan weer op. Mijn ouders die zijn in 1946 in Kijkduin gekomen. En die kwamen ook in een huis terecht waar de vloer nog erin gelegd moest worden. Al het sanitair aangelegd moest worden. Al het elektra. Het huis moest gewoon opnieuw opgebouwd worden. En dat de gemeente zegt van: je mag er wonen, maar je moet wel zelf opbouwen. Nou, dat heeft mijn vader dan gedaan. En zijn we gelukkig konden we daar een huis krijgen. Maar ze stonden er dus veel meer huizen. De gemeente heeft toen het merendeel gesloopt en plat gegooid. Ja, dan krijg je dit soort, zo'n beeld van Kijkduin. Dit is vanaf de Kijkduinse straat genomen. Zandvoortslaan, Scheveningslaan op de achtergrond met de huizen die toen allemaal als eerste gebouwd werden, weet je wel. Nou, die zie je daar nog overeind. Op de achtergrond zie je Den Haag met het Dalton Lyceum. Maar het was een complete kaalslag. En dat bleef ook zo. Want er werd eigenlijk niet gebouwd. Dat had totaal geen prioriteit. En misschien had Den Haag wel hele andere plannen met Kijkduin. Die wilde daar misschien wel iets anders gaan zetten. Of uitbreiden of wat dan ook. Maar dit was een beetje wat er over stond. Er stond aan de zuidkant stond nog een rijtje met de school. Maar je ziet hier wel een paar nieuwe plekjes bijgekomen. Langs de Scheveningslaan, de Merenboslaan en aan de Katwijkslaan. In 1949 werden daar de bekende noodwoningen gebouwd. De Oostenrijkse noodwoningen kwamen uit Oostenrijk. Die staan overigens in heel Nederland. Zijn er zo'n 880 zijn er uiteindelijk geleverd door middel van ruilhandel. Nederland had natuurlijk ontzettende woningnood. En toen hadden ze in Oostenrijk ontdekt dat daar zo'n bouwer was die dit soort noodwoningen kon leveren. Dat waren ook echt noodwoningen. Het waren bouwpakketten, die kwamen in zijn geheel met de trein aan. Werden afgeleverd, werd een bouwtekening bijgeleverd van: zo moet je doen. En werden die huizen werden daar gebouwd. Het leuke is, ze staan allemaal nog. Ja. Jij weet er alles van, jij woont erin. Dit huis op de hoek is trouwens is het enige die verloren is gegaan. Die is in 1963 door brand verwoest. Dit is het rijtje huizen langs de Scheveningslaan. Ja, het zijn hele markante huizen. Die zo goed waren en zo goed geïsoleerd. Dat ze dus nu nog steeds bestaan. En er is in heel Nederland, dat ik zei, 800. Nou, er zijn er zeker nog een 700 nog wat van over. Ik weet van één huis wat ooit een keer is afgebroken en in Frankrijk opgebouwd. Er zijn er een paar afgebouwd, er zijn heel veel al verbouwd en gemoderniseerd. En er is een echt archivaris geweest, die heeft alles geïnventariseerd. Die heeft alle huizen gefotografeerd in heel Nederland. En die heeft toen ook gezegd van: nou, de huizen die in Kijkduin staan, die behoren wel tot de meest originele. Er staan echt hele originele huizen. Jij bent er ook, jouw huis is ook zo'n voorbeeld van echt een originele woning. Dat is knap. Nu zou je ze bijna tot monument kunnen verheffen, vind ik. Maar daar hebben we nog niet veel over gehoord. En zo hobbelt Kijkduin een beetje de jaren 50 in. We laten de oorlog een beetje achter ons. De wonden zijn gelikt, de rommel is opgeruimd, de bunkers zijn opgeruimd, de troep is weg. En je ziet langzamerhand begint het strandleven weer een beetje te ontstaan. Dus er komen wat houten kiosken komen er staan met wat strandspullen in de zomer. Er verschijnen twee paviljoens, het Benelux paviljoen en het Klein Seinpost.
En die blijven daar toch wel wat een tijdje staan. 1957 is gezegd, wordt op de fundamenten van het oorspronkelijke zeehospitium wordt het nieuwe zeehospitium gebouwd. Met dezelfde plattegrond, zeg maar. Het was heel een kenmerkend plek voor Kijkduin. Dat hoorde er ook echt bij. En ik weet nog, als kind liepen we elk jaar vanaf de lagere school, de Scheveningse Laan, af met palmpaarsen. En dan gingen we met zo'n stok met fruit eraan. En een broodhaan, kennen jullie dat? Ja. Met een broodhaan erop. En dan liepen we dus naar het zeehospitium om daar de zieke kinderen dus met zo'n broodhaan en zo'n stok en liepen onderweg te zingen over palmpaarsen. De week voor Pasen, geloof ik. Nou, zo gingen we ook naar het strand. Jaren 60, het strandleven begon. Ik kan me in mijn jeugd alleen meer herinneren dat het of heel koud was, of het was altijd heel erg lekker warm met zon en strandleven. Het was een onbezorgde periode uit die tijd. Je ging een ijsje eten bij het strand. Je kon er zelf naartoe lopen. Je liep achter je huis, liep je de duinen in. Eigenlijk een hartstikke leuke periode. Even kijken. Hier is een filmpje uit 1964. Wat wel een leuke indruk geeft van de toegang naar het strand. Leuk, hè, dat beeld. IJs, daar kon je het loketje naast de ingang van de werf, daar kon je ijs kopen. En dan rook het altijd heel lekker naar vanille-ijs. Ik kan het nog ruiken. Echt, het is zo leuk. En daar stond aan het eind stond een groenteboer, een groentestalletje. En de badmeester, hè? De badmeester op een hele hoge stoel, op zijn grote stoel bij het bad, dat gedeelte wat bewaakt was. En die had een hele grote toeter, zo'n grote megafoon. En als je dan te ver was, dan wist je dat je te ver was, dan moest je terug. En je mocht niet bij de pieren zwemmen. Degene die in Kijkduin, dankjewel, degene die in Kijkduin naar het strand gingen, die kregen altijd de waarschuwing van je mag zwemmen, maar nooit te dicht bij de pieren, want daar had je waterkolken en dan ben je meegezogen. Nou, dat is er wel ingepeperd, hoor, dat weet ik wel. Precies. Over bouwen gesproken in Kijkduin. In 1963 begon hier aan de onderkant, werd eigenlijk het allereerste serieuze bouwproject gestart. En dat was de bouw van de bekende patio-woningen. Die kennen jullie misschien wel. Dus tegenover de Scheveningse Laan. Dit was de ingang van de Oostvoornelaan. Die werd toen speciaal daarvoor aangelegd. En er worden deze lagen bungalows gebouwd. Met van die binnenpatio's. En vanaf de flats, vanaf de Heliotrooplaan kon je daar zo mooi opkijken. Voor die tijd was het natuurlijk heel iets bijzonders. En nog steeds zijn het hele bijzondere huizen. En dat was toch wel een heel serieus nieuwbouwproject voor Kijkduin. Praat je over 1964, dus bijna 20 jaar na de oorlog. Als je de andere kant op keek, dan zag je dat Den Haag ook niet stil zat. Want die was inmiddels ook wel aardig aan het bouwen. Nou, we zien op de achtergrond de bekende Chinese muur. En we zien de flats langs de Kijkduinse straat. Heliotrooplaan en de... Wat is het? De... Nou, kan er zo gauw niet opkomen. Ik weet het ook weer. Oh, de Erika-laan. Ja, nou weet ik het weer. En in het midden vooraan zie je dat houten gebouw. Dat was een restaurant, dat was Bella Vista. Bella Vista was een pannenkoekhuis, poffertjeshuis. Na de hand is het zelfs een Chinees-Indisch restaurant geworden. Het was van alles. Maar het was wel een bekende plek waar je eigenlijk, wat ik weet, poffertjes ging eten. Jaren 70 gaan we binnenglijden, eigenlijk zonder al te veel veranderingen. Maar wat je wel zag, het werd langzamerhand, het verpauperde een beetje. Het werd wat oud, het werd wat rommelig, vies. Het werd druk bezocht nog steeds, je ziet dit hier aan de auto's. Dit is een foto 1975, waar
op dat moment al een begin is gemaakt met de nieuwbouw. Het nieuwe Kijkduin. Kijkduin 2.0 zeg ik maar. Dat was eigenlijk een serieus een nieuwbouwgedeelte. Een echt een nieuwbouwproject met het Atlantic Hotel. En wat je nog in het midden ziet, zie je nog heel dapper de werf nog staan. Het heette toen niet meer de werf. Het was eigenlijk Zeeënduin al. Die houten loods was al afgebroken. Maar die staat daar dus nog. Dus kan je een beetje zien wat voor plek die heeft gestaan. Hè? Echt helemaal aan het eind van de Kijkduinse straat. Dit waren de gasten die eigenlijk... dit was de laatste foto's uit in de oude situatie. Het oude Kijkduin nog met de werf, of Zeeënduin... met de houten verkoopkioskjes. Toen was het afgelopen. Want toen is de werf een roemloos einde tegemoet gegaan... doordat het in brand was gestoken. Het stond toen al leeg. Het was niet meer bewoond. Met kwade woorden zeggen dat het inderdaad in brand is gestoken. Het moest weg. Het moest toch gesloopt worden. Dus iemand heeft het waarschijnlijk leuk gevonden om het in te steken. Ik zie de verdachte ook achterop daar bovenop het Atlantic Hotel staan. Maar goed, het was weg. Het was verdwenen. Dus zo gaan we eigenlijk van een gezellige rommel... zoals ik Kijkduin toch beschouwd heb, die we eigenlijk allemaal een beetje kennen. Het oorspronkelijke Kijkduin. Ja, dan gaan we eigenlijk naar een serieuze familiebadplaats. En dat was in 1975, wat ik zei. Hier staat het bord al waar aangekondigd wordt... dat er een winkelpromenade gaat komen. En we kenden die van voor de oorlog al, maar uiteindelijk... In 1976 zou er een heuse winkelcentrum gaan komen. Dat was hier. Langs het nieuwe Deltaplein. We kijken richting het zuiden. Op de achtergrond wordt een flat gebouwd. Hier wordt de eerste helft van de winkelpromenade wordt gebouwd. Uiteindelijk is die in 1980 klaar. Hier zie je de ingang van het winkelcentrum. Was voor die tijd een heel modern overdekt winkelcentrum. En dat heeft tot bijna 2019, ja, hè? Ja. Is het gesloopt. En daar wordt dus nu weer nieuw gebouwd. Maar dit was rond 1980. En weer 10 jaar later is de boulevard aangelegd, de wandelboulevard. Er was wel een paadje, maar uiteindelijk is daar een heuse wandelboulevard, een brede wandelboulevard aangelegd. En die was in 1993 klaar. En daar grensde ook al die terrassen aan. Dus dan kon je echt wel zeggen dat het een serieuze badplaats was. Zo zag het er uiteindelijk uit. Dit was richting eind 20e eeuw. Klinkt al heel ver weg, maar dat praat je toch ook alweer over 23 jaar geleden. Met alle bebouwingen erop. Het winkelcentrum, het Atlantic Hotel. Ja, we naderen een beetje het einde. Een overzichtfoto waarin het strand behoorlijk druk bezocht wordt. Dit is echt tijdens een foto uit augustus 1988. Of nee, 19... Ja, in ieder geval eind laat. Onderaan wordt nog gebouwd. Want daar wordt het villadorp Westduinen gebouwd. Ik vond dat mooi, want de folder die toen van het Villa Park Kijkduin, die heet ook zoiets. Dit was ook Villa Dorp Kijkduin. Dit was een beetje nagebootst, het Villa Dorp Westduin. Het is rond de Rokanjelaan. Dit was de wervingsfolder, exclusief wonen. Dat was ook weer een serieus nieuwbouwproject. En gaan we nog iets verder in de tijd, dan gaan we wel iets over het jaar 2000 heen. Wordt er ten noorden van Kijkduin nog een wijk gebouwd rondom de Zandzeggelaan. Dat zijn deze huizen die deels ook geïnspireerd zijn op de architectuur in Kijkduin. De huizen die Duiker en Bijvoet hebben ontworpen. En die hebben hun inspiratie ook weer gehaald uit een Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Nou, voor diegenen die daar geïnteresseerd zijn, kijk eens op mijn website, daar staan... al die huizen beschreven met hun types en hun groottes en plattegronden. Daarmee sluiten we dus eigenlijk de reis door de 20e eeuw rijden sluiten we af. Want
Er wordt nu druk gebouwd aan het nieuwe Kijkduin. En voor diegenen die, jullie wonen erin deels of hebben er gewoond, gaan nog maar eens kijken. Maar je schrikt je helemaal het hoedje als je daar komt. Het is echt heel vol, heel druk en het ligt nog allemaal open. Dat laat ik graag aan de volgende generatie over. Dus het verhaal van Oud-Kijkduin, dat stopt hij ongeveer. Maar ik wil nog even afsluiten met een vogelvluchtvideo over Kijkduin. Even kijken of die wil starten. Ja. Veel blikken met weemoed in de ogen. ik denk dat ik voor u allemaal wel mag zeggen dat we het denk ik allemaal een hele boeiende lezing vonden. Ik in ieder geval wel. Veel herkenning ook van mij uit mijn jeugd. Dat ik met mijn moeder aan de hand langs de houten kioskjes ben gelopen. Aha, ja. Dus mijn vraag is nu aan jullie. Zijn er vragen? Niet allemaal tegelijk. Kom erop. Kijk, ik kom naar u toe, ik kom naar u toe, ik kom naar u toe. Waar was het Milva-kamp? Ja, het Milva-kamp lag eigenlijk op die laatste foto die je zag van de Zandzeggelaan. Aan het eind ervan, als je de Duinlaan vroeger doorreed richting de... de Samuel Lomanlaan. Ja. Langs die laan daar op dat terrein, daar waren sportvelden en daarachterin lag het Milva-kamp. Ja, het is iets verder dan die... Het ligt net iets buiten Kijkduin, ja. Maar, ja. Nog meer vragen? Ah, kijk. Ik kom zo bij u. Ik ben eigenlijk even benieuwd wat nou precies de grens is van Kijkduin. Want we hebben de Magiel Vrijehoeklaan. Moeten we dat nou zien als de grens? Wanneer is het nog Kijkduin en wanneer is het Den Haag? Nou, Kijkduin is formeel natuurlijk een onderdeel van het stadsdeel Loosduinen. Ja. En, maar als je de villa-wijk beschouwt en het strandgedeelte... is de Magiel Vrijehoeklaan is wel de grens, ja, de onderste grens. En de hoek van Hollandlaan aan de zuidkant... of de Rokanjelaan tegenwoordig, hè, dat is het nieuwbouwgedeelte. En aan de noordkant is dat dan waar we het net over hadden... waar vroeger het Milva-kamp lag, dus bij de Savonin-Lomanlaan. Ja, dus zeg maar, dat is ongeveer de wijk Kijkduin, zoals het nu genoemd wordt. Maar het is allemaal Den Haag, hè? Die heeft ook een vraag. Ik sta natuurlijk het hol van de leeuw, hè? Ja, was het nou niet zo dat in Kijkduin werd gebouwd... voor de middenstand die in Den Haag winkels had? Niet zozeer voor de middenstanders in Den Haag... maar wel voor de, laten we zeggen, de iets beter gefortuneerde. Ja. Het was niet voor de hele rijken, maar wel voor de middeninkomens... die eigenlijk uit de stad wilde wegtrekken. Het benauwde uit de stad. Hè. En de hele arme bevolking, dat was het helemaal niet. Die konden daar niet, er waren ook type huizen niet voor. Dus wat daar kwam, dat was toch een beetje de middeninkomens.
Alleen omdat het zo ver weg lag, was het natuurlijk voor een gemiddelde werknemer was het niet te doen, zoals ik al zei. Dus wat je daar kreeg, dat waren toch mensen die een vrij beroep hadden. Op een gegeven moment was het zelfs zo dat je daar er zaten meer kunstenaars en filosofen en dichters en schrijvers en dat soort mensen. Die konden daar wel vertoeven, want die hadden daar een heerlijke inspiratiebron. En er zijn ook bekende namen als J.C. Bloem en Jan Kampert, de vader van Remco Kampert, die hebben daar gewoond. Het was zelfs zo erg, dat was ik nog vergeten te vertellen met die huizen, dat ze op een gegeven moment van de Houwe besloot om de huizen 6 maanden gratis huur aan te geven. Dus mensen konden 6 maanden gratis wonen. Nou, dat trok natuurlijk ook weer een bepaald publiek. En wat deden die? Die gingen 6 maanden gingen ze verhuizen. En dan gingen ze ergens anders wonen. Dan konden ze weer 6 maanden gratis wonen. En zo verschoof. Dus J.C. Bloem, als je dat leest, die heeft toch geloof ik 4 plekken in Kerkduin heeft hij gewoond. Dan woonde hij daar en dan woonden ze daar en dan woonden ze daar weer samen. Het was een hele vrijgevochten bende daar. Ja. Het zijn nog eens tijden, hè? Daar dromen we nu van. Volgens mij was er hier iemand ook met een vraag, niet? Is die weer? Nee? Oh, dacht. Sorry. Iemand anders nog een vraag? Of hebben we. Oh. U bent op dreef. Nou, niet zozeer een vraag, maar ik weet nog wel in die tijd. De patio-woningen die dan gebouwd werden. Ja. En die waren toen, wat ik toen hoorde, 100.000 gulden. Nou, voor mij was dat te veel, hoor. Dat was voor die tijd was dat een heleboel geld, ja. 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 Ik weet dat mijn ouders die konden in 1956... die konden het huis aan de Scheveningse Laan, konden die dat kopen voor 29.000 gulden. En dat huis, dat is in 2012, ik geloof voor 1,3 miljoen euro verkocht. Ja. Maar ja, wij huurden het huis en we moesten eruit. Dus ja, we zijn verder geen vragen of andere dingen. Anders kom straks nog eventjes, loop nog even hier. Dan kunnen we nog even verder praten als je nog vragen hebt of iets willen weten. Ik zou zeggen, neem een kijkje op de website. Daar staan heel veel verhalen van inwoners, van mensen. Dingen die gebeurd zijn in Kerkduin. En dat groeit nog steeds. Er komen nog steeds verhalen bij. Het is een leuke speurtocht naar een stukje historie. Vanuit persoonlijke titel ook heel veel geschreven, want ik heb uiteindelijk ook daar hele dierbare herinneringen aan. Maar ik heb zoveel verhalen van anderen gekregen en dat heeft me geïnspireerd om daar voorlopig nog heel wat jaartjes mee door te gaan. Wat is de naam van de website? Geschiedeniskijkduin.nl. Dus je gaat een boek schrijven? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. En die komt dan ook weer in het archief terecht. Ja. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie komst. En Theo, ik wil jou namens het archief heel erg bedanken voor jouw komst. Dankjewel. We hebben daarvan genoten. Lekker. Bedankt voor jullie aandacht. Leuk dat jullie geweest zijn.